spannende dag vandaag. Hallo. Oké, het was een beetje een hectische ochtend. We hebben ons overslapen. Normaal gingen we om 9:30 wakker worden. We zijn om 10:30 wakker geworden. We hebben alles moeten doen op een uur tijd. Maar ja, het is ons gelukt. We hebben denk ik alles bij. Vandaag gaan we naar de zee, want daar hebben we onze fotoshoot van de zomercollectie van Avo en Kado. Het is echt mega mooi. Ik ben echt obsessief met de kleren. Het is echt nog next level geworden. Ja, waarschijnlijk hebben jullie het misschien al gezien op Instagram of TikTok of zo. Maar de collectie is zo mooi. En er komen heel veel leuke modellen. We gaan er nu eentje oppikken. Jullie zullen hem wel kennen van TikTok. Meer ga ik niet zeggen. En straks komen er ook nog leuke mensen die gaan meehelpen met de shoot. Dus spannend, spannend, spannend. Ik heb er alvast heel veel zin in. En jij, Simon? Ja, ik ook. Ja, we zijn wel verkouden weer. We worden maar niet beter. Hallo, goeiedag. Hey, mooi. Ja, het is een beetje vol. Ja, ik zie het daar, maar dat is oké. Okay. Fotograaf is aangekomen. Steffi is aangekomen. Ritje ook, maar die zich gaat omkleden. En Simon, maar jij was er al. Ja, was er al. En ze hebben allemaal een nieuwe collectie aan. Super cool. Mooi, hè? Het is wel epic. Nice. Yeah. Jee, en we gaan naar buiten gaan. Hopelijk worden we niet te nat. Ja. Zeg, wat voor vibe van shoots zoekt je vandaag? Summer vibes. Summer vibes. Wat het eerste plan, maar ik denk nu regen vibes. Oké. Wat ruim. Heerlijk. Ik vind het echt heel leuk. Look at my bag. Look at our bag. So cool. It's just we're matching. We're matching. Echt summer vibes, maar buiten is het niet echt summer vibes. Nee, maar we moeten dat wel vegen. Maar het is echt storm. Oké, let's go. Let's go to the beach. Ons plan is dus om op die stelling te geraken. Welke stelling? Die daar. Ah. Omdat het dan een beetje overdekt is. Oké. Okay. Oh, maar die paraplu. Zoveel wind. What the fuck? Paraplu uit het begeven. Wat is het? Ça va? Oh my god! Dat is iemand. Kiwi! Oh shit! Sven! Sven, uw paraplu heeft het begeven! En ik ben bijna gemaakt! Oei! Hoeveel waren er een mooi model ook? Damn! Dat is mooi! It's given! It's go, girl, go, girl! Go, girl! Go, girl! Go, girl. Wat een vibe! Summer vibe! Summer! Maar wat een model! Ik ben zo single. Just for a night, maybe a week, but I don't want to stay too long, cause then you see all my weaknesses, I keep this. Who is the vibe? The vibe is good. Heel zomers. Ja, heel heet. Ik heb zin in een ijsje. Een ijsje nemen om samen te mediteren. Rietje nemen. Aan bier. Ik voel me toch echt wel heel losjes, hè? Ja, klaar voor de shoot? Heel klaar voor de shoot. Outfit switch. Hallo, hi guys. Wat veel met switches. Dat is wacht. Dat is gewoon geniaal. Ja. Hallo. Hey. Dat is toch weer typisch, hè? Oei. Zo was het niet bij. Timon, what the fuck? En die bleef ook zo, kijken. En die was echt zo, hallo. Hallo. Nu zeg ik tegen een man, we gaan van huis. We zijn hier. Dit was de druppel, Jared. Yeah.
nieuwe outfit aan. En we zijn hier in een heel spannende ruimte. Hey. Oh, oh, ja. Dat is zo mooi. Ja, dat gaat echt nice geven voor de vibes. Ja, vibes, check. Eindelijk normale kleren aan. Ja, mooi hè? Mooi, het zwarte trui. Staat u, maar daar straks stond het ook wel hè? Ja, dat is waar. Time that already passed. Thoughts keep lining up my head. It's full of what they said. Want you to understand that I don't want this life to pass me by like some light. I always wanted some love and I cannot give up. Oh, why I keep on rolling. Oké, we're back. De shoot is gedaan. Ik ben ondertussen thuis. Maar ik wil jullie even nog de collectie tonen en nog een paar belangrijke zaken meedelen. Want vanaf vandaag, vrijdag 27 mei, is de collectie beschikbaar op avondgardeclothing.com. En dit weekend, dus vrijdag, zaterdag, zondag, dus tot en met 29 mei, krijgen jullie ook super grote korting op alle spulletjes van vorige collecties. Waaronder deze trui, de blauwe summercado, de witte en de zwarte trui. Dus neem zeker een kijkje. En er is ook nog een superleuke actie enkel dit weekend. Want bij aankoop van een stuk vanuit de nieuwe collectie krijg je een gratis toteback. Echt super tof. Dus als je iets koopt van de nieuwe collectie, vandaag, morgen of overmorgen, bijvoorbeeld een t-shirt of een nieuwe hoodie of het kleedje, dan krijg je dus deze gratis toteback bij je bestelling. En ik zeg het, ik ga echt deze gebruiken hele tijd. Ik gebruik hem nu al voor naar school te gaan en voor naar unief te gaan. En ik vind hem echt zo handig en zo cute en zo mooi. Zeker een aanrader. Dan ga ik jullie nu nog even vlug alle spulletjes laten zien van de nieuwe collectie. Als eerste hebben we mijn favoriete trui. Deze is echt de meest coole kleur ever. Namelijk deze. Het is zo een donkerder paarsblauwe kleur. En ik vind die kleur echt zo mooi. Maar niet alleen die kleur. De achterkant is echt alles. Hoe mooi is dat? Oh my god, het is echt gewoon zo'n universe en alle avocadootjes zitten op flameertjes of zijn marsmannetjes en oh, ik vind het echt zo mooi. En hier van voor staat dan ons embleempje. En dan langs de binnenkant heb je natuurlijk het ticketje. Ik draag maat medium en dat zit daar een klein beetje losser. We hebben kindermaten. De kleinste maat die we hebben is 9 à 11 jaar. En de grootste maat die we hebben is XL in deze hoodie. Maar dus, deze is echt mijn lievelings. Dan hebben we ook nog een zwarte hoodie. Eigenlijk is deze net hetzelfde. Heeft ook het schattige embleempje. En langs de achterkant heb je ook deze tekening. Maar deze is iets meer in pastelkleurtjes. Dat zijn iets lichtere kleuren dan de paarse hoodie. Maar ik vind deze ook echt zo stoer en cool. En dan hebben we ook nog een rode hoodie. Eigenlijk is het geen hoodie, want deze trui heeft geen kap. Het is eentje zonder kap. Hij is ook iets dunner van stof. Dus iets lichter, perfect voor de zomer. En oh my god, ik hou echt van deze. Die zit ook zo goed en is zo zacht van binnen. En dit is de achterkant, ook iets meer pastel weer. En echt waar, deze is zo zacht. Echt niet normaal. Dus deze hebben we ook. En dan hebben we ook nog iets anders dan hoodies. Voor de eerste keer eigenlijk. Ik ben hier ook echt super excited voor. Mijn lievelingskleurtje aller tijden. Een pastelgele t-shirt. Hij is eigenlijk heel basic. Er staat niks op de achterkant, niks op de voorkant. Buiten weer ons logootje. En dat maakt het gewoon zo schattig aan deze t-shirt. Die zijn zo zacht, zitten super goed, zijn iets losser ook. Dus perfect om in te chillen of op een jeans te dragen of zo. Het kan echt met alles gecombineerd worden. En deze hebben we ook in het roze. Vind ik ook echt een hele leuke kleur. Al deze dingen die jullie nu hebben gezien zijn ook unisex. Dus voor zowel jongens als meisjes. Alle maten. We hebben van de t-shirts hebben we ook maat XS trouwens. En dan hebben we nog één dingetje dat ook al stiekem een beetje mijn favoriet is. Namelijk een kleedje. Ik weet niet of jullie het zo goed kunnen zien. Maar het is een soort van t-shirt kleedje. Ook weer met ons embleempje op. In een super mooie kleur ook. Niks aan de achterkant. En je kan het eigenlijk ook gebruiken als pyjama, want het is zo zacht. Ik draag hierin ook maat medium, zodat dat iets losser zit. In het t-shirt zag ik een S. Maar soms ook een M als ik het echt wat oversized wil. Maar een S zit gewoon normaal bij mij. En ik ben 1,67 meter voor als jullie het zouden afvragen. Dus dat zijn alle spulletjes van de nieuwe collectie. Ik zou zeggen, bestel echt zo snel mogelijk. Want op is op. Ook hetzelfde met de totebags. Vandaag, morgen en overmorgen. Dus van 27 tot en met 29 mei krijgen jullie een gratis totebag. Bij aankoop van een stuk uit de nieuwe collectie. Dus neem zeker eens een kijkje op onze website. Avondgardeclothing.com
www.kleinkindbeweging.com. Neem ook een kijkje op onze Instagram en TikTok pagina, want daar kunnen jullie alle toffe foto's en video's zien en TikToks die we hebben gemaakt. Ik zal nog een link zetten in de beschrijving naar de website en hopelijk vinden jullie het mooi. Laat zeker weten wat jullie favoriete item is van de nieuwe collectie. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Bye!